Het Teddy Bear Hospital wil de angst van kinderen voor ziekenhuizen, dokters en het ziek zijn verminderen of wegnemen. De kinderen tussen de 4 en 6 jaar nemen hun teddyberen of poppen mee naar een nagebootst ziekenhuis. Medisch studenten spelen voor arts en kunnen hierdoor kennis maken met de denkwereld van kleuters. Ik ben Melissa, ik ben student geneeskunde en ik ben werkgroepvoorzitter van de commissie die dat organiseert. We zijn vandaag in Schiedam en we hebben vandaag het Teddy Bear Hospital. Dat is een nagebootst ziekenhuis waarbij kinderen met zieke knuffels komen om die beter te maken. De kinderen komen eerst bij een huisarts waarbij eigenlijk gekeken wordt naar wat er aan de hand is. En daarna gaan ze langs verschillende stations, namelijk radiologie waar een foto wordt gemaakt. Ze gaan langs de verbandmeester, ze gaan langs de chirurgie en langs de apotheek waar ze een doktersdiploma krijgen. Waar wij het eigenlijk voor doen is om kinderen minder bang te maken voor ziekenhuizen. Je merkt als, ook als student, maar zeker als arts, dat kinderen erg bang zijn voor prikjes, et cetera. En doordat ze het zelf zien en meemaken bij een eigen knuffel en spelenderwijs eigenlijk wordt aangeleerd, worden ze er minder bang voor. En dat helpt eigenlijk bij het geven van een betere behandeling. Wie ben jij? Rohit. Wat zei je? Rohit. En waarom ben jij hier vandaag? Omdat die been gebroken is. Heeft je knuffeltje een beetje pijn? En waar heeft die pijn dan? Aan zijn been. Je hebt vaak kinderen die echt heel verlegen zijn en die durven niet zoveel. Maar uiteindelijk als er een student bij is die zegt, oh ja, maar we moeten het prikje geven om het kind beter te maken. Dan durven ze langzamerhand wel zelf dingen bij het beertje te doen. Dus je ziet ze eigenlijk wel echt opbloeien. Het leukst, dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk alles eromheen eigenlijk vooral. Dat ze een jas aankrijgen, dat ze een mutsje op krijgen, een mondkapje. Dat allemaal zeg maar zo echt mogelijk wordt gemaakt. Dat vinden ze meestal ook heel gaaf. En dat merk je ook aan de docenten dat die dat heel gaaf vinden.